later. Joma. I'm just a foolish thing. Bart. I'm Matthew. Matthew, okay. Stefan. Hallo. Snelle Jelle, noem maar. Jan Maat, Thijs. Iris. Thijs. Roy. Mark. John. John. Charol. Zijn Charol. Ja, juist. En ik ben Twan. Kijk. We zitten bij Passo Padon. Ja, waar gaan we naartoe? En we gaan richting de Marmolada. We gaan hier dalen we af naar Fedaya en dan dalen we nog verder af naar Malgaciapella. Daar nemen we de gondel, 3 gondels naar de top van de Marmolada. We zijn hier op de top van de Marmolada. Oké, okay. Kun je wat aanwijzen wat we hier zien? Nou, daar is er een ding. Kijk je naar het zuiden, daar achter de bergen, die begint de Po-vlakte al heel gauw. En daar kijken we weer naar het noorden, daar zie je de Alpen. Zwitserse, een beetje die kant. En daar meer de Oostenrijkse Alpen. En daar zien we Peter. En daar zien we het Sella-massief recht voor ons. En daar de Sosolungo. Dan zijn we natuurlijk van de week met 3 Tofanas, waar we donderdag skiën en slapen. Mm-hmm. Daar hebben we Monte Pelmo, waar we vannacht slapen. Nee, die is daar. Dat is Monte Pelmo. En, dus daarachter ligt Cortina. Daar gaan we er ook nog een aantal dagjes naartoe. Goedemorgen Gerrit, kun je vertellen waar we zijn vandaag? We zitten op afdaling van de Lagazoi, de Armentarola afvaart. 12 kilometer lang, 1 brok natuur, heel mooi. Zeker, het is hier mooi. Ja. Waar gaat de reis naartoe vandaag? We gaan richting San Cristina naar het beginpunt en eindpunt van de reis. Ah. We staan hier voor de watervallen van de Lagazoi afdaling. Heel bijzonder plekje altijd voor de foto, dus veel meer kan ik er niet over vertellen.